de allerlaatste dag dat we hier zijn en kunnen genieten. Gewoon geregend, maar dat was afgelopen nacht. En nu ziet het er gewoon meteen weer prachtig uit. En op zich moet ik zeggen dat het helemaal niet erg was dat het afgelopen nacht heeft geregend. Want gisteren waren we gewoon wakker geworden in de nacht omdat het zo verschrikkelijk benauwd was. En omdat het heeft geregend, valt dat nu op zich wel mee. Lekker windje om de oren. Laten we vandaag een allerleukste, mooie laatste dag, dat was een rare zin, van maken. Ik zou zeggen, heb je er zin in, doe dan een duimpje omhoog. En dan gaan wij nu als eerst lekker eten. Oh, ik heb zoveel trek. Deetje heeft er ook weer zin in vandaag. Yay. Nu gaan we de hele dag door zeggen, oh, die kiwi, die verse kiwi, die verse meloen en die verse jus, die ga ik missen. No. We hebben morgen nog een dag om te ontbijten. Oh ja. Ontbijt krijgen we morgen nog wel mee. Dit is het enige wat Day eet. Churros. Dat vind je zo lekker, hè? En dan gaat ze weer zitten. Nou, ik ben nog niet klaar. Ik ga eerst even naar de pannenkoekjes. En dan even een lekker eitje erbij. En dan nog even wat ei erbij. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Eet smakelijk. Day die heeft laatst haar benen getraind. En die heeft nu nog steeds spierpijn in de benen. En die trappen die we elke dag op moeten hier. Oh, dat vindt Day zo leuk. En vandaag, dames en heren, ben ik de badmeester. Met mijn rode zwembroek aan. Eerst maar eens even een plekje zoeken. En dat is natuurlijk super moeilijk zo op de vroege ochtend, zoals je ziet. Oeh. Oh, ging ook jouw kant op? Oh, ik deed alleen mijn kant aan. Oh, jammer. Op een onbewoond eiland. Dit is een klein eilandje in het midden. Hier gaan we maar eens even lekker chillen met onze billen. We moeten namelijk eventjes wachten totdat het 22:30 is. En het is nu, om precies te zijn, 22:30. Dus nog een uurtje. En we dachten, dan gaan we niet op de kamer zitten. Dan gaan we gewoon even lekker chillen hier zo. En dan gaan we straks even wat informatie ophalen of we nog wat coole dingen kunnen doen vandaag op de laatste dag. De Mira van de Zeeuw. Ik vind het niet grappig. Ik vind het niet grappig. Jongen, heb ik... Het is echt alsof het mijn schuld is. Jij hebt gewoon niet goed gekeken. Nee, klopt. Het is mijn schuld. Dat weet ik. Ik heb namelijk verkeerde oordopjes meegenomen. Deze past niet in het ding. Want Apple die dacht, weet je, we gaan gewoon lekker die dingetjes veranderen. Ah! Dus ik heb hier niks aan. Weer in de tas. Ik vertel net tegen Day dat het internet hier zo ongelooflijk traag is. Het lukt dus echt allemaal nog maar net om elke keer de vlog op tijd online te krijgen. Maar nu ben ik een thumbnail aan het uploaden en die is 341 kb. Dat is nog ineens een halve MB. Kom op! Ik ben al 5 minuten aan het wachten. Het internet is de hele tijd aan het trippen. En toen zei Dave van, en dat te beseffen, hè, dat het internet gewoon is uitgevonden in Spanje. En ik zo, echt? En deze, nee, natuurlijk niet, sukkel. Oh, ik weet niet waar het is uitgevonden, maar... Ik weet ook niet waar het is uitgevonden, maar ja, ik weet wel dat ik super goed gelovig ben in ieder geval. Maar ik heb wel dat als ik dan weer in Nederland ben, nadat ik in het buitenland ben geweest, dat ik zoiets heb van, oh, God bless het internet in Nederland gewoon. Het internet in Nederland is zo goed, we hebben het zo luxe met 4G plus, weet ik veel wat allemaal je tegenwoordig hebt, het is zo... Retensnel, dat is niet normaal. Dus als ik in Nederland ben, dan ben ik echt weer helemaal happy met het internet. Maar Day heeft dat blijkbaar niet. Als jij in Nederland komt, dan heb je niet zo van, oh chill, het internet is echt wel super chill, snel. Nee, maar jij gebruikt ook heel veel internet hier. En ik doe niks anders dan een beetje appen en snapchatten. Dus ja, ik merk niet zo heel erg dat het zo mega traag is. Nee, dat is waar. Ik gebruik het internet echt super veel in het buitenland. Constant. Ik bedoel, dat moet wel voor YouTube. Het is gelukt, het is ongelooflijk. Hij heeft een halve MB weten te uploaden. Wauw! En we staan hier nu bij een verhuurwinkel. En ik weet wat wij gaan huren. Wij gaan op avontuur in de bergen op dit monsterlijk beest met superveel... Ik wou zeggen KP, maar ik bedoel horsepower, oftewel... PK. PK, dat was hem. Kijk eens even. Bam, jongen. Dikke wielen knallen met het ding. Deed je achterop? Oh, we hebben zelfs een winkelmandje voor onze tas. Oké, we gaan even vragen of we hier een quad of zo, of misschien een buggy of zo kunnen huren. Dat zou super tof zijn. Dit lijkt me zo super gaaf. Check dan hoe cool. Ik hoop dat we die nog hebben, want hij stond niet meer buiten. Oh, spannend. Yeah. De mensen van het hotel zijn echt super lief. Het zijn echt allemaal schatjes. Ontzettend vriendelijk. Maar mensen bij dit soort verhuurbedrijven, die worden gewoon boos als je iets niet begrijpt.
Want ze zelf geen woord Engels spreken. Ze kunnen geen Engels, wij kunnen alleen Engels, wij kunnen geen Spaans, hun kunnen alleen Spaans. Maar we hebben het nu geregeld en als het goed is, krijgen we nu een quad. D gaat even de helm op proberen, even de haren los. Kan die? 1 en 2. Ja. Staat het nog goed? Het staat je fantastisch, schat. Gaan we op de oranje, de Hollandse? Wat gaan we doen? Of gaan we op de zwarte? Ik denk op de zwarte. Nemen we de zwarte? We nemen de zwarte. Oké, je springt erop. Kijk. Ja, ik kijk. Is vol. Ja. Sleutel erin. Bremsen. Verschissen Deutsch, ja? Versnellingen. Oké. Okay. Drei bremsen. Bremsen drei. Ja. Vorne. Ja. Vorne. Das hinten. Achter. Das hinten raus. Oké. Okay. Hinten. Das hinten, hinten. Das vorne. Ja. Oké. Okay. Parken. Die Handbremse. Mach zu. Ja. Handbremse. Handbremse. Ziel. Neutral. Ja, neutral. Zurück. Achter. En F. Fahren. We hebben goede uitleg gekregen. Ik snap hem helemaal. En we gaan ervoor. We gaan gewoon quad rijden. Ja, ja. Let's go. Alright, ooh baby, just hold tight. We're up the moonlight, believe in the magic. On sight, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just we moeten goed onze ogen open houden, want we krijgen een paar obstakels op de weg. Misschien een schaap, je weet het niet, of een geit. Het kan ook maar zo, een berggeit is het. Heb ik te horen gekregen, heb ik gelezen onder een video die ik heb geplaatst. Ik denk iets van 3-4 dagen geleden, of toen we hier kwamen. Echt super tof, dankjewel dat jullie van die nuttige reacties achterlaten waar wij wat van kunnen leren. Ja. En tot nu toe is het echt super vet. Het is gewoon echt bazig om hier door deze bergen te scheuren. Er is gewoon niemand hier zowat in de buurt. We zijn gewoon helemaal alleen met dus een paar dieren. En je hebt hier ook gewoon gekke wandelroutes hoor. Ik bedoel, hier staat een bordje met 2 uur en 40 minuten. En mensen lopen dat gewoon. Kijk, het gaat via hier zo. Helemaal de wolken in. En daar gaan wij ook heen. We gaan richting de wolken. Woehoe! Lammetjes. Ze kunnen wel echt lelijk schreeuwen hoor. Je hoort gewoon, dit is echt zo komisch. Je hoort 300 meter die kant hoor. En dan hoor je 10 meter hier zo. Echt constant. Oké, daar gaan we, let's go! Je hebt is een soort van gek eng hutje met allemaal geiten en het gaat hier super snel in één keer omhoog. En deze weg klopt voor geen meter. Maar het lijkt wel alsof deze bosjes hier zijn neergelegd. Het ziet er heel raar uit allemaal. Ja, zo van je mag hier niet verder. Heel creepy. Vandaag een hele speciale dag. De mens probeert voor de eerst in de geschiedenis contact te maken met de berggeit. We weten niet of het gaat lukken. Misschien. Nee, misschien werkt het niet vandaag. De mens probeert het opnieuw. De berggeiten zijn geschrokken.
Misschien houdt ze niet van blondines. Who knows? Prachtig mensen, dit is echt geweldig. Dit is zo bizar om te zien, hè? We rijden dus nu bijna bij het strand. Dus we gaan de goede kant op. Hey, dat is een mooi iets om te zeggen, want jeetje mina, wat zijn we ver verkeerd gereden. Maar hier wonen dus mensen. Mensen, hier wonen mensen. What the fuck? Ik bedoel, kijk nou eens eventjes hoe dit eruit ziet. Wat voor huisjes. What? In één keer random een palmboom. Dit is toch apart om te zien, zeg. We hebben een restaurantje, oftewel een bar gevonden. In the middle of nowhere. En hier naast de bar staat echt in één keer heel random een ezel. Nee. Hey, nog een ezel. Hallo ezel. Ik vind ezels echt prachtige beesten. Ik vind ze zo leuk. Hey. Oeh, hij voelt niet echt heel erg zacht. Heel erg schuursponsachtig. We hebben even lekker wat besteld, namelijk calamaris. Oh, dat zijn inktvisringen. Nou, inktvis zelf vind ik niet zo heel erg lekker, maar inktvisringen zijn dan weer echt goddelijk. Super vreemd, maar als het op een andere manier bereid wordt, dan kan het dus toch nog lekker zijn. En het is echt volop genieten hier zo. Goed, schatje. Dus proost. Daar hebben we de ezel. Die is nieuwsgierig. Super droog, die ezel. Stel voor, hij zou helemaal hierheen komen. Hij zou echt vet zijn. Kom maar. Hij wil zo graag, maar hij weet vast dat hij van zijn baasje niet mag. Zelfs hier sparen ze alweer doppen. Ik denk dat ze hier misschien ook iets van een of andere actie hebben voor alle plastic doppen. Maar goed, hier hebben we dus wat gegeten. Echt super gezellig. We nemen nog even een lekker ijsje mee. De ezel blokkeert de weg. We kunnen niet meer achteruit. Uh-oh. De ezel heeft namelijk mijn ijsje gezien. En hij denkt, oh, dat ijsje van jou, dat wil ik wel. Ja, dat ijsje van mij wil je wel, hè. Maar dat kan ik je helaas niet geven. Ik denk niet dat het zo goed voor je is. Jij bent zo lief. Ja. Ja. Mooie foto maken van mijn ezel. Ja, ik wil wel een foto maken van jou en de ezel. Ik ga ezel missen. Hoe noemen we hem? Oh, hij gaat jou ook missen. Hij gaat er wel vandoor. Later. Valt me eigenlijk nu pas op dat als je hier gaat kijken vanaf dit punt, en ik weet niet precies hoe hoog het is, maar het is pretty damn high. Check even dan.
Niet te geloven. Maar als je dan vanaf hier gaat kijken, dan lijkt het gewoon alsof je precies dezelfde hoogte hebt als de wolken. En dat is helemaal niet raar dat ik dat zeg. Want als je daarheen gaat kijken, dan zie je dus ook dat het niet veel scheelt of we zijn bijna in de wolken. Het is gewoon allemaal zo bizar. We staan op een prachtige plek. We zijn wel heel eventjes maar bij het strand daar geweest. Maar dat was gewoon niet te doen. Het deed gewoon pijn aan je benen. Het waait daar zo verschrikkelijk hard. Hé joh! En ik heb nog nooit zulke sterke stroming meegemaakt als deze. Oh, oh shit. Ik laat mijn zonnebril vallen. Ik doe dat even overnieuw. Ik heb nog nooit zulke erge stroming meegemaakt dan deze zee hier. Het is echt niet normaal. Oh, daar komt de auto aan. Hola. Hola. Oké. Nou, deetje, start de motor! Woehoe! We hebben er zin in! Yeah! We komen een paar vriendjes tegen. Kijk dan, joh. Hey! Hallo! Hey. Hallo! Oh, niet kouwen. Oh, zal ik ze wat water geven, schat? Hoezo? Nou, kijk dan, hij is helemaal... Ik geef jou even wat water. Oh, nog niet. Oh, kijk dan! Hallo, jongens! Helemaal omcirkeld. Hé, hey. Wil je wat lekkers drinken? Kijk. Oh, lekker, hè? Lekker. Wil je ook wat? Hier, wat water. Hij wil het kouwen. Hij wil het kouwen, ja. Wat water. Kijk. Oh, er komt de auto aan. Oh, D kan het wel moven. Kom op, D. Ik met mijn schaapjes. Hey, hey. Hallo. Wil jij een knolpouwenhanddoek? Wil jij een knolpouwenhanddoek? Wil jij een knolpouwenhanddoek? Jullie zijn wel gek, hoor. Oh, kijk nou, een lief kleintje. Hé. Hey. Wil er niemand van jullie wat water? Helemaal niemand. Ja, jullie zijn dat gewend, hè, hier in de droogte. Niet zoveel water. Of nou ja, heel veel water, maar niet hier waar jullie rondtrekken. Doeg! Wel blauw duimpje omhoog dan op mijn video, hè, als jullie gaan kijken. En abonneren graag. Dankjewel, doeg! Het is allemaal gelukt. Ik heb mijn borg teruggekregen. De quad was helemaal in orde. Natuurlijk, ja, ik weet het. D heeft gereden, maar hij is alsnog in orde. Oh, auw. Ja, kom dan. Ja, ik kom zo. Ik moet eerst nog even mijn sokken uitdoen en mijn shirt. En dan kom ik mee zwemmen. Ga dan. Je bent helemaal stoffig, meid. Gaat water in. Al die mensen daar zo. Oh ja, het thema vanavond is zwart-wit. Maar we zagen al wat mensen met blauwe overhemden. Ja, jij hebt wel rode dingen bij je. Ja, laten we een knoophouw krijgen. Ja. Het thema is gala. Zwart-wit gala. Ja. Maar waarom? Het is een buffet. Maar ja, we gaan het wel zien. Misschien is het keileuk. Kijk, ja, man! Wij gaan nu eerst onszelf even helemaal schoonmaken in het zwembad. Zwembad! Bommetje! Bommetje! Yeah. Bommetje! Het is hier 35 centimeter diep, dus ik wist sowieso dat ze het niet ging doen. Kijk maar, zo diep is het. Oeh, wat diep. Er zwemmen hier wel krokobillen. Er zwemmen hier wel krokobillen. Ja, er loopt er nu eentje, ja. Meestal rond deze tijd zwemmen er allemaal meeuwen. Oh, kijk, daar heb je een meeuw. En hier heb je nog een meeuw. Nee, ik wil een meeuw. Kijk, mijn mama, ik kan een handstand. Kijk. Dit is de handstand. Oké, voor alle mensen die aan het eten zijn daarachter, we gaan ze een showtje geven. Komt-ie. De handstand, dames en heren. Woehoehoe! WrestleMania!
Dit is Dinosaurus Danzo. Shark attack. Hier hebben we de lafaard die als eerste het water uitging. Ik was er ook als eerste in, dus ik heb het recht om als eerste uit te gaan. Oeh, dat is een goed argument. Douche aan. Dat is helemaal geen douche. Ik zag je echt kijken van, what? Oké, we zijn er helemaal klaar voor. Kijk eens hoe leuk deze eruit ziet. En dan loop ik er zo bij, ja, ik weet het. Anyways. Oh, wat lief, je hebt mijn handje vast. Kom hier, jij lekkere... Oh nee, niet in je huis zitten, die heb je net gesteld. Wij gaan eventjes naar boven. En hopelijk mogen we nog naar binnen. Want het stond echt helemaal vol. Ik word gewoon afgewezen hier zo. Het stond gewoon helemaal vol met mensen. Dus hopelijk komen we er nog in en kunnen we nog wat eten. Nou, als je niet in het wit bent, kan je altijd nog zo'n gordijn van de grond pakken. Oké, daar gaan we. Hoppakee. Hola. Oh, no gracias. No alcohol. We komen gewoon binnen, we krijgen champagne en we kunnen knallen. Eten. Voorgerecht, lekkere meloentjes, olijfjes en ze hebben gewoon Caesar salad. Wat? Dit is typisch D. Ik wil een olijf prikken en wat gebeurt er? Oké, welkom bij de spoedcursus How to Fileer een Garnaal. Ja. Oké, we beginnen met zijn kop, die moet eraf. Oh. Nee, heel zijn kop. Niet alleen zijn schild, maar dus ook dat vleesgedeelte. Dat is niet lekker. Je kan het eten, maar het is geen aanrader. Ja, heel goed. Oké. Nou, dan draaien we hem om en dan gaan we naar zijn staart. Ja, en tot ongeveer je middelvinger trek je eraf. Ja. Ja, heel goed. Nou, dan neem je hem zo dat je de pootjes bij je duimen hebt. Nee. Ja, oh, nee. Kwartslag. Ja, nee. Kwartslag draaien. Heel goed. En dan trek je zijn pootjes uit elkaar. Ja, zo ja. Zo. Ja. Zodat je zeg maar een openingetje krijgt. En dan zorg je... Je doet hem wel met heel veel geweld. En dan zorg je dat je aan dat buitenste randje er ook afhaalt. Tot al het harde weg is. En de zwarte sliert, hè? En dan het darmpje eruit, ja. En dan heb je van dit... Heb je dus dit over wat je kan eten. Yep. Eet smaken. Dat is wel heel lekker. Heel lekker. Ik hou niet van heel veel vis, maar dit vind ik dan wel echt lekker. Nou, weer fout. Deze keer hebben ze geen chocoladefondue in het roze, maar in het zwart en in het wit. Het smaakt wel precies hetzelfde. Maar we pakken niks van de chocoladefondue. We pakken gewoon lekker een lava cake. Moet eens even kijken wat erin zit, hè. Eén en tweeën. Oh, lekker hoor. Genieten dit. En dit, dames en heren. Dit is witte chocolade met crispy. Dat is ook super lekker. Wow! We hebben heerlijk gegeten. Nu gaan we door naar de cappuccino bar. We wilden graag een cocktail, een verrassingscocktail. Maar meneer is niet zo goed daarin. Dus die is nu ook eventjes aan het kijken hoe die ook weer de cocktail moet maken die jij net hebt besteld. Het is nooit een heel goed teken. Nee, meestal als we ergens komen en ze hebben allemaal van dit soort dingetjes staan. Dan hebben ze zoiets van, weet je, maak maar gewoon een gekke cocktail wat jij denkt dat bij ons past. Dat is leuk, weet je wel. Ja. Maar die meneer die durft het niet aan. Ik sprak ook geen Engels, dus toen ging ik eerst... Google vertalen gebruiken om uit te vogelen hoe ik nou ging uitleggen wat ik wou. En toen had ik het en toen zei hij, no. Dat kan niet. Maar je hebt er nu eentje besteld en ik heb een lekkere cappuccino. Wat een heerlijke ene laatste dag. Ik wil eigenlijk de laatste zeggen, maar natuurlijk is morgen de laatste dag. Maar dan gaan we wel weer naar huis. Maar goed, is ook altijd weer een avontuurtje. Dus hopelijk zijn jullie er dan weer bij om 4 uur. Ik zou zeggen, vonden jullie de Canarische eilanden, oftewel de Fuerteventura, ik zei het goed. Vlogs leuk. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan zeg ik, zoals altijd.